Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. Welkom bij mijn opgemaakte beautyproduct video. Normaal film ik in een andere setting, in een andere kamer. Dat kan nu heel even niet, dus ik dacht ik film gewoon op mijn standaard locatie bij mijn kaptafel. En het nieuwe van vandaag is, ik had laatst op Amazon een lampje gekocht voor het filmen, omdat ik het idee heb dat dat misschien wat zou helpen. Dus ik word op dit moment een beetje verblind daardoor. Maar ik zie in ieder geval dat ik er veel meer shiny uitzie. Volgens mij is het een beetje hoe ik er normaal bij loop. Dus ik hoop dat het iets meer de echte kleuren gaat laten zien. Niet dat het per se heel interessant is voor deze video, maar dan weten jullie dat. Dus mocht jullie iets opvallen dat er iets anders is op deze video, dan is dat lampje. En vraag me niet hoe die nu bevestigd is, want als die valt, ik denk dat ik hem een paar keer moet corrigeren. Maar goed, we gaan beginnen hiermee. We hebben best wel een aantal producten. Voor mijn gevoel nog steeds niet zoveel. Ik had eigenlijk liever nog gewacht omdat er een aantal producten zijn die bijna opgaan. Maar aan de andere kant dacht ik van nee, weet je, ik ga dit gewoon doen, want jullie vinden deze video's leuk. En misschien moet ik het gewoon ook wat vaker opnemen. Dat neem ik mezelf sowieso wat meer voor. Dus laten we snel beginnen. En ik ga beginnen meteen met een product wat echt letterlijk hier staat. En alles een beetje tegenhoudt, omdat ik zeker weet dat die anders gaat lekken. We beginnen gewoon met een haarverzorgingsproduct. Dat is deze van Way. Ik heb een shampoo van Way opgemaakt. En dat is hun Thick Hair shampoo. Letterlijk een shampoo voor dik haar. Om heerlijk te zijn, ik heb hier letterlijk niets bijzonders aan gemerkt. Het is ook niet per se heel bijzonder. Het is gewoon letterlijk een shampoo. Kost best wel wat, maar je doet er ook heel lang mee. De geur is heerlijk, maar er schijnen alle Way producten onbekend staan. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik had niet het idee dat het echt heel erg bijzonder is. En waar ik bijvoorbeeld ook bij shampoos naar zoek, is dat ze mijn haar wat langer zeg maar vetvrij houden. Want ik heb het idee dat sommige shampoos dat juist veel minder doen, omdat ik nog vaker mijn haar moet wassen. En daar heb ik eigenlijk wel een beetje een hekel aan. Want te veel gedoe, te veel tijd dat. En ik had het idee dat met deze shampoo nog vaker moest ofzo. Ik weet niet. Maar niet mijn favoriet. Als we dan toch bij haarverzorging blijven. Ik heb dit masker opgemaakt van Elvive. De Deep Purple Mask. Deze had ik toen in Duitsland gekocht. En toen ik deze in mijn shoplog van vorig jaar liet zien, zei nog een van jullie in de comments van dat het eigenlijk niks bijzonders was. Zo zie je maar dat het bij elk haartype zeg maar weer anders is. Want bij mij deed dit masker dus wel wat. En ik ben normaal best wel kieskeurig. Zeker met purple zeg maar shampoos, maskers, dat soort dingen. Want over het algemeen doen ze vrij weinig met mijn haar. Omdat het ook wat dikker is. En omdat ik best veel warmte in mijn haar heb. En over het algemeen doen ze letterlijk niks. En bij dit masker zag ik wel wat. En dan moet ik zeggen dat ik sowieso over het algemeen heel tevreden ben over Elvive L'Oreal, zeg maar, haarverzorging. En ik had al eerder volgens mij een paar shampoo uit deze lijn opgemaakt. En dat was ook super fijn. Dus dit was ook wel weer een hele aangenaam verrassing eigenlijk. Het is niet het meest geweldige en zeker niet qua verzorging en alles. Maar qua kleurcorrectie en gewoon basic masker kwaliteiten was dit voor mij althans wel heel erg pijn. En deze had ik vanochtend nog opgemaakt. Ik was eigenlijk wel blij dat ik deze had opgemaakt. Komt ook weer uit dezelfde Duitsland shoplog als dat L'Oreal masker. En deze is van Garnier. Uit hun ware shots collectie. De 1 minuut masker. Ik vond dit niks bijzonders. Ik had een beetje de hoop dat het misschien een beetje hetzelfde zou zijn als hair food of bananenfood of hoe dat ook heet. Maar dit masker was letterlijk niks bijzonders. En dit is volgens mij een beetje een soort honingachtig. Ze hebben er meerdere varianten. Een soort van honingachtig variant. Ik vond het basic. Gewoon echt heel basic. En nogmaals, ik heb het vandaag ook gebruikt. Maar ik heb daarna ook nog een paar leave-in producten erin aangebracht. Dus dan, ja, het is bij mij altijd, zeg maar, eerst een paar uur na het wassen altijd heel pluizig. En daarna wordt het soort van, zeker met name de volgende dag, wordt het soort van sleek en wat meer, zeg maar, mooi. dus dit, morgen wordt het beter. Maar dit, ja, ik weet niet. Niks bijzonders. Niet per se mijn ding. En zeker niet voor herhaling vatbaar. Oh ja, we hebben nog een haarverzorgingsproduct. Het is niet dat ik ze per se uitkies. Want normaal doe ik letterlijk door elkaar. Maar het is puur dat ik het zie. Volgens mij had ik in mijn laatste opgemaakt productvideo een shampoo uit deze lijn. En dit is de conditioner. Dat was de Zoom Mini. Wat ik in de eerste instantie van plan was om in mijn ziekenhuis te gebruiken. In mijn vluchttas. Maar uiteindelijk dus helemaal thuis opgemaakt. Ook weer dit. Niks bijzonders. Ik merk dat ik gewoon niet zo'n fan ben van Balea haarverzorging. Ik weet niet. Ik heb natuurlijk een soort van Olaplex-achtige dupe lijn geprobeerd. Meerdere producten. Was ik ook niet per se heel erg onder de indruk van. En dit ook weer niet. Het is oké. Okay, het werkt prima. En zeker voor de prijs. Maar ik hoor mensen er echt helemaal lyrisch over. En dan denken van, dit is gewoon niet mijn ding. En nogmaals, dat is met haarverzorging zoals met heel veel dingen. Het is heel persoonlijk. Maar nee, ik ga gewoon het eerste beste pakken.
als skincare. Dus van B-Lab, de Matcha Hydrating Foam Cleanser. Deze heb ik met name in mijn ochtendskincare routine gebruikt. Een paar jaar geleden was een andere matcha cleanser, volgens mij van Crave Beauty, heel erg populair. En ik heb het idee dat dit een beetje de dupe daarvan is. En op zich, het is prima. Het is basic, het is oké. En je ruikt geen matcha of wat dan ook. Het ruikt eigenlijk bijna nergens naar. En dat kan ik op zich wel waarderen. Maar het is oké. Ik weet niet, af en toe had ik het idee dat er een soort van een beetje matcha blaadjes in zaten. Het is niet per se dat het voor scrub gevoel zorgde, maar wel zeg maar, je merkt dat soort van natuurlijke touch daaraan. Maar het is oké. Nogmaals, ook weer niet per se voor herhaling vatbaar, want het was niet per se bijzonder. Maar ik waardeer altijd aan een cleanser als hij mijn huid niet uitdroogt en als hij gewoon fijn is en zeker voor 's ochtends. Dus dat was deze wel. Dan ook weer een product waar ik iets meer van verwacht had, maar uiteindelijk wat het niet had. Dat is van The Face Shop en dat is hun Rice Ceramide Moisturizing Toner. Ceramide, rijst, alles zit erin, alles waar ik van hou. Het enige irritante hiervan is dat het ontzettend geparfumeerd was. En ik hou er niet van. En zeker, kijk, een cleanser, dat zeg ik volgens mij heel vaak, een cleanser en zo, als dat een geur heeft, dat kan ik alleen maar waarderen. Weet je, dat maakt me eigenlijk niet zo veel uit of er een geur zit. Ja of nee, want het is meer een sensorische ervaring. Maar iets wat direct op mijn huid gaat en erop blijft, dat hoeft voor mij niet per se een geur te hebben. Ik merk dat heel vaak mijn huid er op zich ook negatief op reageert. Charlotte Tilbury. Maar bij deze deed het gelukkig niet per se dat mijn huid er echt heel erg onrustig van werd of wat dan ook. Maar het is gewoon meer dat ik denk van dit was zo nodig, want dit was best wel een hele fijne cleanser anders geweest. Of cleanser, toner. Het is echt zo'n milky toner, weet je wel. Datgene wat nu ook best wel steeds populairder wordt. Dus echt eentje die ook een beetje wat dikker is, zeg maar. Dus eentje die goed hydraterend is. Alleen puur het feit dat hij zo geparfumeerd is, gebruik hem daarom ook niet zo graag. Maar goed, voor de rest, ik ben gek op K-beauty toners. Dat weten jullie inmiddels denk ik ook wel. Deze heb ik ook eindelijk opgemaakt. Na ik weet niet hoeveel jaar ik deze inmiddels heb gehad. Ik heb deze ook ooit vergeleken met een hele dure masker. Dit is voor mijn gevoel nog steeds dupe van zo'n sisley masker. Dit is van Isntree. En dat is hun Real Rose Calming Mask. En het is een heerlijk masker. En zeker toen ik een jaar geleden echt heel erg los had van geïrriteerde huid. Mijn huid, ik weet niet, een of andere allergische reactie dat. En wat dit masker doet, hoe het zeg maar je huid kalmeert, hoe het ervoor zorgt dat het soort van echt helemaal zo'n moment, weet je wel. Dit is echt geweldig. Echt als je wat vaker geïrriteerde huid hebt en als je echt iets nodig hebt wat een soort van instant gevoel geeft, dan is dit het absoluut. Ik had het ook het idee dat het effect daarna ook wat langer bleef hangen, maar het is vooral voor dat instant gevoel van soort van verlichting voor je huid. Dus dat is echt heerlijk. En gewoon een hydraterend masker is altijd lekker. Alleen ik merk wel dat als je je skincare zeg maar goed op orde hebt, dan heb ik vooral een hydraterend masker niet per se heel vaak nodig. Daarom, ik heb er echt denk ik ongeveer 2 jaar over gedaan om deze op te maken. Dus het is niet per se dat ik denk van die moet ik ook weer hebben. Want nogmaals, mijn huid, het is niet per se waar mijn huid behoefte aan heeft. Maar mocht je echt hele droge huid bijvoorbeeld hebben en niks anders helpt, dan is dit wel echt een hele fijne. We hebben best wel skincare, maar er zit ook echt wel wat make-up tussen. Van Face Theory, ik weet dus nog steeds niet hoe je dat uitspreekt. Er zit salicylzuur in, er zit melkzuur in, er zit van alles en nog wat in. Ik had deze gebruikt voor mijn zwangerschap, tijdens mijn zwangerschap gestopt. Was ik echt heel erg rauwig om, want ik had het idee dat zodra mijn huid wat onrustiger werd en ik begon dit te gebruiken, dat het meteen echt een stuk rustiger van werd. Dus 9 maanden lang ben ik gestopt dit te gebruiken, gewoon puur omdat op de verpakking stond dat je het niet tijdens zwangerschap mag gebruiken. Ik weet nog steeds niet precies waarom. Maar goed, dat verhaal heb ik al vaker verteld. Want op basis van de ingrediënten, de percentage die erin zitten, zou in de theorie veilig moeten zijn voor zwangerschap. Maar goed, ik was heel braaf tijdens mijn zwangerschap. Maar ik ben daarna weer blijven gebruiken. En ik had het idee dat de werking daarvan echt wel minder werd. Waarschijnlijk omdat die op dat moment al waarschijnlijk ouder dan 12 maanden was. De werking van actieve ingrediënten en zo, dat wordt natuurlijk minder. En zeker na houdbaarheidsdatum. Dus ik had deze opgemaakt, maar meer per se omdat ik dacht, ik moet deze echt blijven gebruiken. En uiteindelijk, volgens mij had ik het laatste beetje wel gewoon weggegooid, omdat ik een beetje klaar was, dacht ik. Aan het begin was die wel fijn. Ook dit. Dit was echt een verrassing. Dat is vitamine C serum van London Botanical Laboratories. Nooit eerder van gehoord. Heb ik op Best Secret ontdekt. En ik dacht, oké, vitamine C serum in zo'n verpakking lijkt wel apart. Maar ik moet zeggen, heerlijk zeggen, want met vitamine C beoordeel ik altijd of het mijn donker pigmentvlekje gaat vervagen.
En mijn pigmentlekje bleef echt heel rustig hierom. Dus ik dacht, oh, het werkt dus wel heel fijn. Alleen dit is zo'n apart dat ik denk van, ik hoef hem eigenlijk niet opnieuw te kopen. Ook al vond ik hem eigenlijk best wel fijn. Maar het niet fijn hieraan is ook weer omdat hij ontzettend geparfumeerd. Het was maar echt zo bizar veel dat ik denk van oké. En het is wel, het is een soort van lekkere geur, maar weet je, eentje die lekker is voor een body lotion. Echt zo'n zoete snoepjesgeur, zoiets beetje. Ik dacht van heerlijk voor een body lotion, maar voor een vitamine C serum. En de substantie was ook een beetje gekkig. Het was echt een beetje een soort van jelly-achtig. Misschien omdat het helpt om vitamine C iets stabieler te houden. I don't know. Ik heb me ook helemaal niet verdiept in de ingrediënten van deze. Want het interesseert me eerlijk gezegd niet. Omdat ik er ook weer vrij weinig van verwacht had. Maar nogmaals, uiteindelijk qua werking was die top eigenlijk. Niet zoveel over te klagen. Droogt mijn huid ook niet uit. Er zullen ook ongetwijfeld andere goede ingrediënten in zitten. Dus kijk, dit serum was ik eigenlijk ook wel best wel in teleurgesteld. Maar dat was wel gewoon een prima soort van neutraal serum. Deze is van Naturium. En ik heb al meerdere van dit soort kleine serums van Naturium gehad. Omdat ik ooit zo'n kitje van 3 heb gekocht. En ze zijn allemaal, ze zijn heel mild. Ze zijn heel basic. Dus ik denk dat dat een beetje de strekking is van deze serums van Naturium. Maar Naturium heeft meerdere serums en ook wat meer advanced serums. Dus ik ben meer benieuwd daarnaar. Want ik heb het idee dat dat soort serums zeg maar meer mijn ding zouden zijn. Ik ben nog steeds heel erg nieuwsgierig naar hele Naturium verhaal. Mochten jullie trouwens niet weten, Naturium is van een influencer. Het is gelukkig wel via Space NK te koop. En het is redelijk betaalbaar. Nou, best wel goed betaalbaar moet ik zeggen. In vergelijking met andere producten die ze op Space NK verkopen. En een tijd geleden zijn ze trouwens overgenomen door Elf. Dus het is nu eigenlijk een merk van Elf. En ik had laatst ook een heel interview en zo van hun gekeken. En blijkbaar zijn ze echt van plan om een beetje de hele wereld over te nemen. Althans, om veel meer verkooppunten te creëren. Dus ik ben heel erg benieuwd wanneer het echt wat veel meer naar Europa komt. Zeg maar. Want misschien hopelijk ooit in de fysieke winkels of zo. Zou best wel leuk zijn. Maar goed, voor nu is het Space NK. En ja. Ik heb helemaal niet gezegd wat voor serum dit is. Nou, dat is ook mooi. Dit is een Retinol Complex Serum. Ik heb geen idee echt wat voor percentage retinol hierin zit. Maar goed, het is een hele milde retinol. En er zitten ook allerlei ondersteunende ingrediënten die eigenlijk heel goed is voor huidbarrière en dergelijke. Dus ik wou zeggen, mocht je problemen hebben om een hele milde soort van instapretinol te vinden, dan is dit wel misschien wel een hele goede. Over geurende producten gesproken, om er heel even naartoe te gaan of terug te gaan. Dit is een cleanser van Espa. Dit is een Tri-Active, nog wat detox Parve cleanser. Heerlijk product. Ik vond de substantie trouwens wel een beetje gekkig. Want ik weet, ik had het idee dat het af en toe ook een beetje een soort van uit elkaar liep of zo. Heel gekkig. Of misschien dat er te veel olie of zo in zit. Of wat dan ook. I don't know. Het doet gewoon wat het moet doen. Het was een heerlijke cleanser. Alleen ruikt ook veel te sterk. Ik kom er steeds meer achter dat Espa gewoon qua zeg maar dat niet mijn ding is. Ook al hebben ze hele fijne producten, maar de geuren zijn te heftig. Ik heb best wel dus heftig geurende producten afgelopen maanden gebruikt. Dat merken jullie wel. Maar deze was best wel fijn. Verrassend ook leuk. Alhoewel verrassend weet ik niet. Ik heb volgens mij al eerder een product van Kies gebruikt. Ik heb het idee dat dit merk best wel hele goede producten maakt. Je moet alleen de juiste tegenkomen. Maar over het algemeen zijn ze volgens mij best wel oké. Oké, lang verhaal kort. Dit is het merk van Alicia Keys. Gewoon bij Douglas te koop. En ik had er opeens een soort van, ik was door al mijn cleansers heen. En ik had paniek. Ik had online eentje besteld. Maar het duurde te lang om dit te laten bezorgen. Dus opeens had ik deze besteld. Ik dacht, oké, dan was ik toch al nieuwsgierig naar, doe maar. Dit is hun Nourishing Cleansing Balm. En het heeft een hele aparte soort van beetje assige kleur. Echt een beetje een soort van grijzige, assige kleur. Alsof er as doorheen is. Ik ben heel gek. En het ruikt natuurlijk lekker, want dat hele merk staat onbekend. Maar hij deed eigenlijk wel heel goed zijn werk. Ik gebruik nu zo'n cleansing oil van First Aid Beauty die ik verschrikkelijk vind, die ik puur aan het opmaken ben. En ik mis dit soort cleansers. En oh, ik denk van gewoon cleansing balms. Ik hou er zo ontzettend van. Veel beter dan de oliën en dergelijke. Ik heb me tot nu toe weinig oliën geprobeerd die ook echt fijn zijn. Maar dit soort dingen echt top. En zeker als je een beetje maar houdt van die sensorische ervaringen zo, dan is dit wel echt een hele fijne. Gaan we door naar een deo? Waarom ook niet? Ik heb deze deo opgemaakt. Althans, die is volgens mij op vakantie zo ongeveer opgegaan. Het van Sol de Janeiro. En dat is een Rio deo. Ik heb deze al in het geel, zeg maar de gele variant van de bonbon geur, opgemaakt. En die vond ik ontzettend fijn. Die was eigenlijk verrassend genoeg, effectief genoeg. En toen had ik ooit een keertje deze in de sale gekocht. Volgens mij was die van 10 euro of zo. Ik dacht prima.
Maar op een of andere manier vond ik deze toch wel opeens minder goed werken. Ik weet niet of dat de nawerking van de hormonen is. I don't know wat het is, maar... Ja, het werkte gewoon minder goed. En zeker omdat ik soort van echt in mijn postpartum periode zeg maar nog heel erg aan het struggelen was. Om soort van mezelf te hervinden qua effectieve deo's en zo. Deze was het niet, maar hij rook wel lekker. Het is niet de slechtste deo. Hij werkt, hij is nog steeds echt absoluut effectief. Maar ik was toen meer onder de indruk van de gele variant dan van deze. Maar nogmaals, misschien waren het wel de hormonen. Oké, ik ga nu heel even tussendoor een paar favorieten laten zien. De Cica Biafin Balsam. Ik weet nog steeds niet. Dat staat allemaal in het Frans. Van Cica Biafin. Ja, het is een multi-repair balsam als je het zo vertaalt naar het Engels. Heerlijk, deze gebruik ik altijd als mijn dag-nachtcreme. Maakt niet uit wanneer ik iets meer verzorging nodig heb. In combinatie bijvoorbeeld met een heftige vitamine A serum. Eigenlijk maakt het niet uit zodra je huid wat droger aanvoelt. Oh, heerlijk dit. Ik heb een grote tube hiervan klaarstaan om gebruikt te worden zodra ik mijn andere crèmes opmaak. En daar kan ik eigenlijk niet op wachten, want dat lijkt me echt helemaal geweldig. Deze heb ik al vaker opgemaakt. Blijft een van de beste basic crèmes. Voor gezicht, voor je lichaam, voor alle droge plekjes. Veel beter dan de Cicaplast en zo, maar dat heb ik al wel vaak verteld. Dus deze blijft top. En een andere favoriet, Skin 1004 of 1004. Ik heb geen idee nog steeds hoe je dat precies uitspreekt. Ik hoor het iedereen weer anders uitspreken. Dat is een Centella Hyalucica Waterfit Sun Serum SPF 50. Geen idee, maar in ieder geval een sunscreen. De welbekende, helemaal viraal gegaan op social media deze. En ik vond hem aan het begin niet per se heel erg bijzonder. Maar uiteindelijk merkte ik dat hij echt wel veel beter was dan alle andere zonnebrandcremes die ik ging gebruiken. Deze prikt niet in de ogen. Volgens mij, als ik me niet vergis, is dit een chemische filter sunscreen, zeg maar. Of misschien zijn ze een beetje doorgemengd. Maar ik denk dat het alleen maar chemisch is, want hij brengt zodanig aan dat je hem dus helemaal niet ziet. Geen white cast, helemaal niks. Hij is echt zo fijn. Hij geeft wel een beetje een shine, maar het is geen vettige shine. Ik heb nou toevallig wel echt een hele vettige SPF op mijn gezicht. Dus ik glim ook wat meer. Maar met deze was dat echt veel minder zichtbaar. Maar hij hydrateert wel. Dus als je hele vette huid hebt, dan zou je dat ook wel prima als soort van moisturizer / sunscreen kunnen gebruiken. Heel erg fijn deze en absoluut zijn hype waard. Deze gooi ik weg, ook al is die nog niet op over basic producten gesproken. Maar gewoon puur omdat ik heb hem niet nodig. En ik heb hem al te lang in de kast staan. Dus ik dacht, het wordt echt tijd om te gaan. Dat is van de Ethos, hun Acetomacrogol. Ik heb geen idee. Deze crème, deze heb ik toen gekocht omdat ik ontzettend behoefte had aan een hoog vaseline houdend product. Toen mijn huid, mijn nek overal een soort van irritatie had. En hier zit dus 20% vaseline in. En deze werkt geweldig. Ook weer bij irritatie, geweldige crème. Zou je ook op zich altijd wel kunnen gebruiken, maar weet je... Ik heb er geen behoefte aan. Ik heb dat soort dingen nooit meer gehad. Dus ik gebruik hem af en toe voor mijn lichaam en dergelijke. Maar het is echt een hele specifieke, hele dikke crème, zeg maar. Dus het is ook geen gezichtscrème. Het is echt een soort van redder in noodcrème. En ik heb het al een keer eerder gezegd. Maar dit is echt zo'n crème waar geen actieve ingrediënten in zitten. De crème met dezelfde naam. Die werd voor mijn dochter ook voorgeschreven toen ze last had van eczeem. Om een soort van basiscrème. Dus voor eczeemhuid of wat dan ook zou dit echt ideaal zijn. Maar... ik gebruik het niet. Oh ja, deze gooi ik ook weg. Ook al is die niet op, maar ik ben er... Er zitten haren. Ik ben er een beetje klaar mee. Deze heb ik ooit bij Normal gekocht. En dat is van het merk Hair Project. En dat is een all-in-one treatment. En het beloofde allemaal, zeg maar, heeft het allemaal beloofd. Dus... maar ik gebruik hem met name als hitteprotector. Dus als ik mijn haar ging feunen, en dat doe ik maar heel af en toe. Dus dan heb ik zo'n spray nodig. En ik had echt elke keer het idee dat die mijn haar juist iets stugger maakte. Ik gebruik nu andere heat protectant sprays die ook heel betaalbaar zijn. Die ik toen in Duitsland heb gekocht. En die hebben dat effect totaal niet. Die maken mijn haar juist zacht. Die maken mijn haar juist glanzend en glad. En dat deed deze absoluut niet. Dus op een gegeven moment dacht ik wel van ja, waarom, weet je, waarom hou ik deze aan? Het voelt niet fijn, het voelt niet oké. En ik vraag me überhaupt af hoeveel die echt daadwerkelijke heat protective soort van eigenschappen heeft. Dus nee, deze gaat weg. Ik had deze ook opgemaakt, dat is lang geleden. Dat is van Paula's Choice, 2% BHA Liquid Exfoliant. Tijdens mijn zwangerschap was ik deze gestopt te gebruiken en daarna ben ik deze weer begonnen te gebruiken. Heerlijk product, ook weer echt super effectief. Het is een klassieker, ik denk dat iedereen het wel weet. Zeker als je wat last hebt van onzuiverheden, van wat verder uit. Dan is dit echt zo'n fijn product. En nogmaals, het blijft een klassieker. Ik heb deze al eerder, ik denk ongeveer dit formaat, moeten weggooien. Terwijl er nog wat in zat. Gewoon puur omdat hij begon te stinken. En ze konden me bij Paula's Choice niet uitleggen hoe dat komt.
Dus ik was er eigenlijk een beetje klaar mee. Maar ja, ik had hem weer in een van de adventkalender. Ik dacht, oké, weet je, dan ga ik hem gebruiken. En ik heb gelukkig nog een paar minis van liggen. Dus dat komt helemaal goed. Maar het blijft gewoon een goed product. Droogshampoo. Van Balea ook weer. Ook weer zo'n mini die ik in eerste instantie voor mijn vlucht als had bedacht. Deze was oké. Ik heb, zeg ik elke keer, haat-liefde-verhouding met droogshampoos. Want ze doen wel hun werk, maar het effect blijft echt minimaal in mijn haar zitten. En ik weet ook niet of ik mijn haar heel erg fijn vind na zo'n droogshampoo. En dit is op zich wel prima. Dit was echt super basic. Rook wel lekker, maar niet heel bijzonder. Maar op zich wel oké, zeg maar. Ook weer van Evelien van DM, uiteraard. De nagellak remover. Acetonvrij, verder prima. Ik koop ze eigenlijk heel vaak in de afwas. Heel vaak. Ik hoef niet heel vaak nagellak remover te kopen. Maar als ik hem koop, dan zijn die van duizend eigenlijk altijd wel fijn. En deze was ook weer heel erg fijn. Oh ja, deze gooi ik ook weg. We komen steeds dichter bij mijn make-up. Maar deze gooi ik ook weg. Terwijl die eigenlijk nog lang niet op is. Maar dat is van W7. En dat is een soort lipmasker. Ja, daar zit eigenlijk nog best wel in. Maar ik vond dit zo chemisch en zo... Dit is een soort van... Och, zelfs de geur is niet lekker. Ze proberen een soort van dupe te zijn van die Laneige lipmaskers. Maar dit is... Nee, dit voelt compleet anders aan. En ik vond het eigenlijk helemaal niet fijn. En op een gegeven moment stond het maar een stof te vangen. En ik dacht, ja, weet je, op een gegeven moment... Het stond echt letterlijk ruim een jaar stof te vangen. Dus nee, dit gaat weg. Oh ja, ik heb nog het serum opgemaakt. Van Hylamide. Deze heb ik bij TK Maxx een keer ontdekt. En Hylamide bestaat niet meer. Maar het was het merk soort van wat meer advanced zusje van The Ordinary. En ik weet nog steeds niet wat erin zit. Echt, dat heeft iets met hyaluronzuur te maken. Maar hoe dat allemaal beschreven staat. Zelfs de naam. Ik kan het niet ontcijferen. Dus ik snap wel dat mensen... De meeste mensen waarschijnlijk dit merk niet zo goed begrepen. En nou, nogmaals, het bestaat niet meer. Maar ja, het was oké. Maar... Het was niet geweldig en het had op een gegeven moment echt een beetje een soort van gekkig kleurtje. Dus ik dacht, ja, ik weet niet of het helemaal goed is. Maar ik heb hem wel helemaal opgemaakt. Dus. En het was goed hydraterend, dus dat is wel genoeg. Ja, hoe kon ik deze vergeten? Ook weer een skincare product, maar wel een mini. Dit is van het merk Tula. En ik heb echt een zwak voor dit merk inmiddels. Dit is een Brightening Treatment Drops Triple Vitamin C Serum. Dit was fijn. En Tula is een wat duurder merk. Gelukkig kan je tegenwoordig ook gewoon bij Douglas kopen. Maar nogmaals, ik begin echt een beetje zwak voor Tula te ontdekken. Er is eigenlijk geen enkel product waarvan ik denk, het is echt helemaal niks. Ik ben van elk product een beetje onder de indruk en van sommige producten wat meer. En dit was eentje waarvan ik wat meer onder de indruk van was. Sowieso Triple Vitamin C, dat klinkt voor mij al dat ik denk van, kom maar. En deze had geweldig effect. Het waren in dat soort van die druppelachtig, waterig serum... echte vitamine C, echt als ascorbinezuur. En ik wil deze gewoon full size. Dat is het. Alleen, ik weet dat het duur is. Dus, en voorlopig hoef ik niet genoeg nog producten om op te maken. Maar deze blijft gewoon in mijn hoofd. Dus ja, zo halen we er nog kleintjes skincare eruit van Chanel. En oogcrème. Ik had een oogcrème nodig. Dus ik had even in mijn stash van mijn minis gekeken. En toen kwam ik deze tegen. En het is hun Le Lift. En er zat een heel boekje bij, zeg maar. Het was zo'n luxe, zeg maar, monstertje van Chanel. Ze hadden wel heel veel nadruk gelegd op de proeven die ze, zeg maar, deden met deze crème. 80 of 90% in ieder geval een heel hoog aantal in. Dat zag ook echt verbetering in de oogcontouren. En, maar ze hadden echt, volgens mij, iets van, maar dat op 20 mensen getest of iets dergelijks. Dan denk ik van, maar als je allemaal Chanel, zeg maar, fans hebt ertussen, dan is dit toch helemaal geen goede proef. Maar goed. Maar ik vond hem eigenlijk op zich best wel fijn. Ik weet nou niet of die nou echt mijn oogcontouren heel veel strakker deed. Nogmaals, het is een mini. Ook al heb ik er redelijk lang mee gedaan, maar het is niet per se heel erg dat je denkt van, oh ja. Misschien zat het tussen mijn oren, maar ik weet het niet. Oké, volgens mij hebben we voor de rest, oké, deze nog, wat niet make-up gerelateerd is. Maar deze gooi ik weg gewoon puur omdat hij te lang in de badkamer lag. En dit is van Elf, de Enhancing Lash and Brow Serum. Dit is dus niet zo'n serum waardoor je, wat echt van die ingrediënten bevat, waardoor de wimpers en alles sneller gaat groeien. Nee, het is echt een voedend serum. En ik had het idee op een gegeven moment dat mijn wenkbrauw er wel positief op reageert, maar... Het was niet dat ze echt veel voller werden en veel, zeg maar, meer deden dan wat ze doen met een serum wat echt speciaal daarvoor bedoeld is. Kortom, deze was fijn, maar op dit moment ben ik een wenkbrauw serum te gebruiken wat iets effectiever is. En dan vergeet ik het ook, zeg maar, niet te gebruiken. En bij deze was het zo. Maar nogmaals,
Die was op zich best prima. Dan hebben we een aantal make-up producten. Ik begin maar met de mascara. Deze is van L'Oreal. Dat is de Mega Volume Collagen Mascara. Ik kon me dus herinneren dat ik deze toen een paar jaar geleden wel echt helemaal geweldig vond. Dat dit zelfs de mascara was die ik destijds voor mijn bruiloft had gebruikt. Maar ik denk dat het toch wel een andere versie hiervan was. Want ik vond deze helemaal niet zo fijn. Ik was echt een beetje teleurgesteld hierin. Terwijl in mijn hoofd vond ik altijd de L'Oreal mascara alles veel beter dan die van Maybelline bijvoorbeeld. Maar deze deed echt letterlijk zo weinig voor mijn wimpers. Dat ik dacht van, ja, dus kortom, hele teleurstelling. Ik doe trouwens ook een paar producten weg die gewoon te lang in mijn stash zitten. Deze van Laura Mercier. Deze blush. Dat is de Provence blush. De Tinted Moisturizer blush. Deze was zo'n mijn favoriete blush. Echt een paar jaar geleden heb ik hem ook bij mijn jaarfavoriet gestopt. Want ik had helemaal obsessie met deze blush. Maar de laatste keer dat ik hem ging gebruiken merkte ik gewoon dat de textuur echt wel veranderd was. Want ik heb hem echt wel een paar jaar. Dus het was echt tijd voor deze blush om te gaan. Maar dit was echt nogmaals heel lang mijn obsessie geweest. En ik heb hem echt wel heel veel gebruikt dus. Ik heb ook twee producten van Vive weggedaan. Dit zijn wel nog steeds hele fijne producten. Een soort van glowy producten. Maar ze lagen al te lang in mijn stash. En op een gegeven moment, ik dacht ook, weet je, ik gebruik ze eigenlijk bijna nooit meer. Dus het wordt voor hen ook wel tijd om te gaan. Maar ik heb ze echt met heel veel plezier gebruikt. Dat zijn minis, is maar goed ook. De Skin Nova, dat is echt een heel apart product. Ik weet dat heel veel mensen van deze kunnen waarderen. Het is wel een beetje wat nu een beetje populair is, zeg maar. Een soort van glowy basis slash primer slash je kan hem mixen met de moisturizer. En het geeft een heel lichte glow product. Heel erg fijn, heel erg bijzonder ook inderdaad. Geeft een hele mooie soort van gouden gloed. Niet te heftig of wat dan ook. En op hele verschillende manieren te gebruiken. Maar ja, tegenwoordig zijn er producten die het gewoon net wat meer doen. Dus ik denk ja, dat ik daarom deze niet per se in full size zou kopen. Deze vond ik wel heel erg fijn ook. Eigenlijk misschien nog iets fijner. Dat is de Skin Dew heet die. Ook weer van Vive natuurlijk. Dit is echt een hele mooie highlighter. Maar ook echt zo'n mooie highlighter. Ik heb hem vandaag ook een klein beetje geprobeerd te gebruiken. Maar ik merkte gewoon nogmaals dat de consistentie hiervan ook een beetje aan het veranderen was. Het enige waarvan ik dacht, oké, vind ik hem dan zo geweldig puur om de kleur of ook om de consistentie? Ik had het idee dat hij bij mij nooit helemaal opdroog op mijn huid. Dus dat hij altijd een beetje een soort van vaseline-achtige plakkerigheid bleef houden. Wel in mindere mate op een gegeven moment na een paar uur. Maar nog steeds dat ik hem een beetje voelde. En daarom dacht ik van, ik weet niet helemaal. Dus ik weet niet of het aan mij lag of wat dan ook. Ik gebruik er eigenlijk ook nooit heel veel. Maar nogmaals, de kleur, gewoon de shine die hij geeft. Eigenlijk best wel een hele natuurlijke manier. Maar die ook heel heftig kon maken. Helemaal geweldig. En Vive is een influencermerk. Dus over het algemeen weten ze wat ze doen. Deze gaat ook weg. Ook weer met pijn in mijn hart. De bronzer stick van Milk. Ik heb hem eigenlijk nog niet zo per se heel lang al. Inmiddels ook wel denk ik een jaar. Maar hij ging bij mij al vrij snel stuk. Kijk, dat zie je ook wel. Dit is, hij komt ook, zeg maar, je kan hem niet meer uitdraaien en zo. Dus dat is allemaal gedoe. Dus ik heb hem vandaag ook voor het laatst gebruikt. En ik merkte gewoon, hij ruikt een beetje kleiachtig, een beetje. Ja, ik weet niet, niet heel fijn. Ik had niet het idee dat het vroeger ook al het geval was. Dus ik denk dat hij inderdaad gewoon te oud is. En ik vond de kleur ook niet meer zo heel mooi en heel seamless aanbrengen. En het was een gedoe sowieso om er überhaupt nog iets uit te krijgen. Maar hij was wel fijn. Toen die het nog gewoon prima deed. Oh ja, deze natuurlijk ook weg. Omdat hij eigenlijk te lang in mijn badkamer zat. Ik dacht dat ik deze door mijn schoonzusje toen ook ooit een keer aangeraden kreeg. Dit was van Maybelline. Hun Tattoo Brow Easy Peel Off Tint. En dit is eigenlijk wel een topproduct. Als je wat meer tint zeg maar, aan je wenkbrauw wil toevoegen. Of je wilt ze iets dikker maken. Het is zo'n borsteltje zeg maar. En dan breng je zo aan. En dat gaat zeg maar. Op een gegeven moment moet je het laten opdrogen. En op een gegeven moment kan je het zo wegpielen. En dat blijft inderdaad een kleur over. Een soort van steen. Geweldig idee. Alleen het werkt bij mij niet omdat mijn huid te vettig daarvoor is. Dus bij mij bleef het misschien een dag of zo zitten. Maximaal twee. En dan vond ik het te veel gedoe voor dat effect. Wel leuk bedacht. Maar ik dacht op een gegeven moment, weet je, uiteindelijk ben ik met het bijtekenen met een potloodje of zo minder tijd kwijt dan één keer per dag. Eén keer in de twee dagen dit gebruiken dus. Maar nogmaals, hartstikke leuk product. En er zullen ongetwijfeld veel mensen zijn van wie dit wel werkt. Een potloodje van Sephora. Ik dacht dat ik hem dat grotendeels opgemaakt heb. En het restje viel er gewoon uit of zoiets. Op zich prima potloodje. Dat is een bruin potloodje. Alleen het enige. Hij, ja, je ziet het ook. Het heeft een blauwe streep. En dat betekent dat hij
beloofd waterproof te zijn, maar haat totaal geen steenpower bij mij. Totaal niet waterproof, langhoudend, helemaal niks eigenlijk. Eigenlijk ging die best wel snel uitsmutsen en zo. Dus ik vond dit absoluut geen aanrader. Wat ook absoluut geen aanrader is. Ik had er dus een wenkbrauwpotloodje van Kylie opgemaakt. De Kybrow nog wat. Heel dun. Kwam bijna geen pigment af. Kan op zich wel fijn zijn, maar het was te bijna onzichtbaar. Ik had hem laatst ook voor een video gebruikt en toen dacht ik ook, dus zag je lukt mijn frustratie. Ik moest te veel moeite doen om er überhaupt iets mee te krijgen. Misschien lag het aan de kleur. Aan de andere kant, weet je, letterlijk geen pigment. Ik vond het niet de moeite waard en zeker niet voor de prijs. En als laatste, dat is echt het allerlaatste product. Deze, ook in dezelfde video gebruikt van Kosas, hun concealer, de welbekende, ik weet even niet meer wat dat ding meer heet. Maar in ieder geval de welbekende Kosas concealer. Hij had eigenlijk een beetje een gekke geur. Dus het was echt niet meer goed. En daarnaast totaal geen coverage. Doet bij mij helemaal niks. Ik vond hem helemaal niet bijzonder. En absoluut niet zo hype waard. Althans wat mij betreft. Ik heb het idee dat het echt altijd een soort van halve marathon is met dit soort video's. Ik wil ook zoveel mogelijk informatie overbrengen. Zonder jullie te vervelen. Zonder vaak in de herhaling te vallen. En aan de andere kant. Zodat ook mensen die wat minder vaak mijn video's kijken nog steeds wel weten wat ik bedoel. Dus ja, vandaar. Maar ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik hoop nogmaals dat het lampje iets heeft uitgemaakt. En mocht je deze specifieke video leuk hebben gevonden, vergeet alsjeblieft niet om een duimpje omhoog te doen voordat je weggaat. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik echt ontzettend gezellig vinden. Dat kun je gewoon hieronder doen. Als je een notificatiebeltje ernaast aanzet, dan weet je wanneer ik de volgende video heb geüpload. Als het goed is, ben ik er volgende week zondag om 8 uur weer. Als het goed is. Ik probeer het elke week te doen, maar de laatste tijd wordt het steeds lastiger. Maar goed, we gaan wel steeds richting de gezellige maanden. En ik heb zin om daar ook weer leuke video's voor te filmen. Dus we gaan het allemaal zien. Voor nu zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!